voelde natuurlijk fantastisch. Zijn eigenlijk 10 maanden geleden begonnen met het bestuur om het team samen te stellen met het team. 8,5 maand geleden begonnen. Er zat natuurlijk een coronapauze tussen. En de jongens hebben fantastisch. Jongens, die mannen hebben fantastisch hard gewerkt. Hebben continu een open oor gehad naar de onzin die ik uitkraam. En dat resulteert in blijdschap en medailles en bekers. Ja, want nu verslaan jullie Den Bosch 3 keer op rij, terwijl jullie eerder 3 keer van ze verloren hadden. Had je dat durven hopen aan het begin van die finale race? Kleine correctie. We hebben daarvoor 2 keer van ze verloren. Die eerste wedstrijd hebben we gewonnen. Was in de laatste seconde ging iets fout. Dus we hebben in principe 4 keer van ze gewonnen, 2 keer verloren. Maar dat maakt niet uit. Deze laatste serie is waar het om gaat. Best of 5. Niemand wordt onterecht kampioen in de best of 5 serie. We zijn niet alleen niet onterecht, maar zeer terecht kampioen geworden. En ook overtuigend. Dank aan de spelers. En dat in een clean sweep? In een clean sweep, ja. Overtuigender kan niet. Maar wat betekent dat nou voor volgend jaar? Zijn de verwachtingen dan niet te hoog? Want dan moet je weer kampioen worden. Te hoog, daar zit het woordje te voor. Ik hou van hoge verwachtingen. Te hoge verwachtingen, daar zit inherent in dat het misschien irreëel is of over de tap. Maar hoge verwachtingen zijn altijd goed. We gaan natuurlijk werken. After the game is before the game. Vandaag zijn we na de wedstrijd. En we gaan weer werken naar de volgende wedstrijd. Daar zit 3 maanden tussen. En wat de verwachtingen zijn, dat weet ik niet. Moet met bestuur nog praten. Ja. En hoe hou je de groep bij elkaar? Want ja, dit is altijd zo'n carousel aan het eind van een seizoen. Kun je veel spelers vasthouden, denk je? Daar heb ik nog niet over nagedacht. Het is ook niet mijn eerste keer. Ja, als coach, jij begon daarmee. Het is de eerste keer kampioen. Ik heb zelf een beetje gespeeld, een paar keer kampioenschappen gevierd. Ja, ja. Maar hier gesprek... in Leiden. Ik wil het gesprek helemaal niet naar mij betrekken. Nogmaals, spelers zijn het allerbelangrijkste. Ik heb meerdere keren gezegd dat ik wil dat graag herhalen. Vanavond kan ik me niet herinneren dat ik een basket heb gemaakt, een rebound heb gemaakt of een stop heb gemaakt. En als ik me heel goed kan herinneren, het hele seizoen niet. Dus het is allemaal de spelers. Maar kampioenschappen heb ik wel vaker gevierd. Dus ik hou dat zo kort mogelijk. Ik zal misschien wel een drankje bij zitten. Hopelijk heb het bestuur een paar sigaren geregeld, hoort erbij. En dan morgen maar uitslapen, kijken wat er komt.